Pedro is een tweeling samen met zijn zusje Luna. Pedro heeft een vorm van autisme en een spraaktaal ontwikkelingsstoornis. De zwemles. Op een gegeven moment gingen wij merken dat de gewone reguliere zwemlessen voor Pedro te hoog gegrepen waren. De opdrachten kwamen te fel op hem af. Dan maak je kennis met zijn enthousiasme en samen ga je er dan aan werken. Hij is in gemoedsrust dan zo aangenaam dat hij echt wel kan zeggen, nou, ik voel mij hier als een vis in het water. Hij kan het niet zeggen, maar hij laat het echt wel zien. Dat straalt van zijn snoet af en dat is gewoon heel belangrijk. En ja, Pedro gaat nu voor zijn A-diploma dit jaar, dus ik denk dat wij al heel wat mijlpaaltjes weggezet hebben. Ja, wat speelt binnen de Vrolijke Vrienden? Ik denk samen. Heel veel dingen overwinnen, je ziet dingen van elkaar, je vraagt dingen met elkaar. Je bent uiteindelijk allemaal lotgenoten, maar samen sterk. Hij heeft zoveel in zich en ik denk dat dat gewoon een voorbeeld kan zijn voor heel veel andere mensen. We voelen ons als een vis in het water bij jullie. Het enige wat ik onderstrepen wil in dit verhaal, jullie zijn toppers, allemaal.